In deze video wil ik met je kijken naar het geslachtsregister van Jezus. Als je in de Bijbel kijkt, staan er diverse geslachtsregisters in. Genesis 5 is er een voorbeeld van, de aartsvaders. Maar ook in het Nieuwe Testament vinden we twee geslachtsregisters van Jezus. In Matthäus vinden we de een die teruggaat tot op Jozef, de vader, de pleegvader van Jezus. En in Lucas 3 vinden we er een die teruggaat op Maria, de moeder van Jezus. In beide geslachtsregisters vind je bepaalde overeenkomsten van namen. En dat is ook logisch gezien het feit dat Maria en Jozef ook allebei uit het geslacht van Juda kwamen. Dus de voorvaders zullen allicht ook hetzelfde geweest zijn. Ik wil met je kijken naar Matthäus 1. Ik ga het niet helemaal lezen. Zo even een paar versen. Begin bij vers 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Zo gaat dit door. En dan gaat het mij even om vers 17. Al de geslachten dus van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. Een beetje wiskundig. En dat spreekt mij wel aan. Als wiskundedocent dan triggert dit. Dus ik heb meerdere malen ook een beetje studie hiervan gemaakt. En er zitten hele mooie dingen in. Dan moet je weten dat Matthäus schreef voor de Joden. En de Joden, die hebben heel veel met symboliek. Want als je vers 17 leest en er staat, wordt gesproken over 14 geslachten. En je zou gaan tellen in dit geslachtsregister. Dan kom je in de meeste gevallen inderdaad 14 geslachten tegen. Dat klopt. Maar als je nauwkeurig zou kijken, dan missen er ook namen. Want als je de Bijbel ernaast legt, dan worden soms gewoon namen overgeslagen die niet in het geslachtsregister opgenomen zijn. Dus rekenkundig zou je zeggen, klopt het niet dat er 14 geslachten zijn van Abraham tot David en 14 van David tot de Babylonische ballingschap en 14 van de Babylonische ballingschap tot Christus. Dus rekenkundig klopt het niet als je iedereen die in die tussentijd geleefd heeft op zou nemen in het geslachtsregister. Maar zoals ik al zei, Matthäus schrijft voor de Joden en de Joden doen heel veel met symboliek. En die symboliek zit hier wel degelijk in. Ten eerste wordt hier gesproken over 3 keer 14 geslachten. 3 heeft natuurlijk te maken met de goddelijke volmaaktheid. De 3-eenheid zit erin. Dus je zou kunnen zeggen, het 3 keer is scheepsrecht. Iets wat wij ook als gezegde gebruiken. 14 is 2 keer 7. En 7 is het getal van de volheid. Het getal van de geest ook. En 2 keer 7, en dat keer 3, want je hebt 3 keer 14, betekent dus dat je 6 keer 7 geslachten gehad hebt. Nou, 6 keer 7 is bijna 7 keer 7. Dus als we kijken naar de geslachten vanaf Abraham tot aan Christus, dan zijn er 6 keer 7 geslachten geweest. En wij zitten dus in de 7e periode, om het maar even zo te zeggen. De 7e periode van 7 geslachten. De tijd van Christus tot aan de wederkomst is ook de tijd waarin wij leven. En dat is de tijd waarin ook de wereld naar een einde toe zal gaan. 6 keer 7. 7. Er zit ook het getal 3 en het getal 4 in. 3 plus 4 is 7. 3 gaat natuurlijk weer over de goddelijke volmaaktheid. 4 is het getal van de wereld. Dus de uitgebreidheid zou je kunnen zeggen. Hiermee is trouwens niet alles gezegd. Als je het geslachtsregister bekijkt en je zou echt nauwkeurig tellen, dan valt het je op dat het niet zo is dat er 3 keer 14 namen staan. Maar
In het eerste gedeelte staan er 14. In het tweede gedeelte staan er ook 14. En in het derde gedeelte staan er eigenlijk 13. Tenzij je Jegonia in het derde geval weer meeneemt. Want Jegonia wordt dan als het ware dubbel geteld. Nou, hierin zie je ook dat het Matthäus niet gaat om exact die 14, maar dat het gaat om de symboliek daarachter. 14 is ook de getalswaarde van de naam David. David, als je dat in het Hebreeuws schrijft, met de Hebreeuwse letters, dan heeft dat een getalswaarde van 14. Je moet weten, de Joden, die tellen heel graag. En die kennen ook waarden toe aan de letters. Dus de Alef is voor hen letterwaarde 1. De Beet is letterwaarde 2. En de Dalet, hè, die in David zit, is letterwaarde 4. En als je dan zo de letters van David optelt, kom je op 14. Dus Matthäus geeft hier ook heel duidelijk naar de Joden toe aan dat Christus ook daadwerkelijk uit David geboren is. De Joden die zagen in die 14 de naam David en die zagen daarin ook de vervulling dat Christus uit David geboren is. Een paar zijdelingse dingetjes. Je ziet ook in dit geslachtsregister allerlei namen staan. Ook namen van mensen die wij in eerste instantie misschien helemaal niet bijgezet zouden hebben. Maar daarin zie je ook weer Gods grootheid. Een Rahab wordt genoemd. Een Rut. Tamar. Eigenlijk zou je kunnen zeggen allemaal outcasts. Maar God noemt ze toch in het geslachtsregister. Christus schaamt zich niet voor de afstamming van zichzelf. Christus schaamt zich er niet voor dat hij geboren is. Ook uit deze drie vrouwen onder andere. 3 keer 14. 14 geslachten van Abraham tot David. 14 geslachten van David tot de Babylonische ballingschap. 14 geslachten van de Babylonische ballingschap tot Christus. Christus is gekomen. En wij staan erachter. En wij zitten in de 7e periode van 7. En wij leven heen naar de wederkomst van Christus. De Joden verwachten Christus. En hebben ze lang op moeten wachten. Na Malachi is het 400 jaar stil geweest. 400 jaar hebben de profeten gezwegen. En toch is Christus gekomen. Wij leven in de komst na Christus. En wij verwachten de wederkomst. De wederkomst van Christus op de wolken. En hoe verwachten we die? Is het ook zo dat we met Guido de Bray ook kunnen zeggen, wij verwachten die dag met een groot verlangen. Ik wens je gezegende kerstdagen toe en een verwachtingsvol uitzien naar de wederkomst van onze Heer Jezus Christus.